Oké, dezelfde stoten, alle basisstoten die je alleen kunt doen als je iemand in je huis hebt die ook handschoenen heeft. Of je kunt het ook op de blote handen doen, maar zorg dat er in ieder geval een van de twee zeker handschoenen heeft in verband met al deze toestanden. En dan kun je dit als volgt doen. Dan ga je de stoten die we net deden bij elkaar doen. Dus de ene houdt op en de ander geeft. Dus links, rechts. Dus hap, 1, 2, 3. Dat is bij de directe zo, uiteraard ook bij de hoeken. Hap, 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 hap. En dat is ook zo bij de opstoten. Op, 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 op. Zo kun je dus doorcombineren met elkaar. Wees voorzichtig.